Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar de allereerste aflevering van Hoe Word Je Een YouTuber? In deze serie ga ik langs allemaal verschillende YouTubers die allemaal hun eigen specialiteit hebben op YouTube. Bijvoorbeeld vlogs, je hebt reageervideo's, je hebt challenges, je hebt straatinterviews, noem zo maar op. En vandaag ga ik naar Jeremy Frieser en ga ik leren hoe je reageerfilmpjes maakt. Hey, Jeremy, leuk dat je weer... Dit is Jeremy, hij is 22 jaar, heeft meer dan 500.000 abonnees en zijn favoriete programma is natuurlijk Brugklas. En af en toe maakt hij vlogs met zijn vrienden en oh ja, hij houdt van muziek. Ik heb geen ritme, ik heb geen ritme. Dus let's go! Yo, what up, Jeremy. Welkom bij een nieuwe video en we gaan vandaag weer... Ja, hey, kan je even normaal doen, dit is niet jouw plek. Sorry. Wat de hel, man? Sorry, het probeert gewoon helemaal te imiteren wat ik doe. Is toch helemaal niet de bedoeling. Wat komen we hier nou doen, joh? Ga nou eens weg, man. Ja, ik dacht misschien kunnen we gewoon samen een video opnemen. Gewoon dat je me gewoon een beetje... En dan neem je gewoon mijn plek over. Ja, ik wil gewoon... Ik wil gewoon heel graag leren hoe het nou moet om gewoon reageervideo's te maken. Net als jou. Kijk, ik heb nu ook een bandana omgedaan. Want dan ben ik net zo cool als Jeremy. Nou, oké, vooruit dan. Yes. Oké, jij wil echt leren reageren. Ik wil gewoon leren reageren. Kijk, de kijkers willen gewoon weten van hoe word je nou een YouTuber en ja, hoe word je nou een echte reageerkoning? Nou, ik zal je ten eerste vertellen, een echte reageerkoning zal je nooit worden. Want dat ben ik al, oké? Dus jij wordt op zijn minst de prins. Ja, begrijp je wat ik bedoel? Dus je zal nooit de koning worden. Maximaal de prins, minimaal een burger, oké? Okay, dus, we kunnen wat testjes doen, weet je wel. Hoe kan jij omgaan met situaties, heftige situaties, zoals reageerfilmpjes. Ik maak dan elke zaterdag zat. Het zijn natuurlijk echt de beste video's op de zaterdag. Gaan we er niks bij. Weet je, ik laat het eerst even een beetje aan jou over. Ga ik op de zijlijn, kan ik een beetje boos worden en zo. En dan daarna kunnen we eventjes serieus diep in de details en samen even wat kijken. Oké, is goed. Dus ik laat je gewoon hier alleen. Je kan een beetje scrollen. Okay, ik wil wel dat je kwaliteit reageert. En als je ook filmpjes pakt die saai zijn, ga je ze niet reageren. Okay, dan scroll je eroverheen, ja? Oké, maar jij, het enige wat jij dus nodig hebt om reageervideo's te maken is een microfoon, een computer, lampen en een camera. Toch? En iets om op te reageren. En, oh ja, Jezus, dat is het meest belangrijke. Vergeet die gewoon. Oké, we gaan even scrollen. Niet zo bukken. Kijk nou hoe je in de camera... Ja, maar oké, dan moet de muis. Ja, de muis. Oké, we gaan kijken. Ik zie hier kaarten. Dus... is dit... Wow. Zo, zag je dat? Jezus, wat is dit nou, man? Zie je dat het niet zo makkelijk is? Nee, oké, maar nog een keer. Ja, de kijkers zitten nu, wow! Nou, kijk, die kaart, wow! Kijk, maar die kaarten die gaan helemaal overeind staan als je ze... Wow, nee, maar dat was serieus vet. Hij tikt hem aan, maar dat was vet. Als je hem zo aantikt en hij valt weer, dat is cool, dat is gaaf. Nou, satisfying. Ja, kijk. Het lijkt net een golf, joh. Maar oké, hoe vond je hem eerste reactie? Ja, een beetje kut. Ik ben heel eerlijk. Dus het was heel erg geacteerd. Weet je, we zijn hier alleen maar met echte gevoelens bezig, hè? Hier, kijk dit, hè? Zag je dat? Dat hartje kloppen? Je hebt geen hart, man. Wat is dit nou? Maar dat is dit fucking is... saai. Nee, dat is niet leuk. Dat is fucking saai. Oh. Wow! Wacht. Gaat hij nog een keer overnieuw? Ja, kijk nou. Wat doet hij? Kaboom! Maar wat is het? Oh, wacht. Ik zit je nu helemaal te helpen. Ja. Ik moet het zelf doen. Wacht. Wow, kaboom! Nee, maar dit vind ik serieus wel vet. Maar jij, kijk, als jij dit ziet, dan ga jij gewoon echt schreeuwen wat je nou echt vet vindt. Zeg van, wow! Nee, maar ik zeg gewoon wat ik diep van binnen denk, weet je wel. Ik vind die kleurtjes wel allemaal fun, maar ik weet niet wat het is. Is het een vishnet of zo? Het is een vishnet. Maar waarom zoveel kleurtjes? Ja, dat is gewoon door de zon. En ik bedoel, kijk, als je water hebt met zon, dan komt er toch een regenboog. Met licht. Oké, we gaan door. Wat is dit? Ja, dat weet ik niet. Moet je eerst even kijken, hè? Haal die muis er nou af? Zo onprofessioneel, Jezus. Wat is het? Skimming a layer of skin. While making a... Huh? Wow. Maar wat...
Hij had gewoon heel die skin van dat ik vond hem niet zoekvideo. Ik vond hem niet zat genoeg. Ja, dat kan filmpjes zijn of een foto, hè? Dit is gewoon een bibliotheek. Dit is maar waarop je wil reageren. Maar dit is gewoon een bibliotheek. Ja, daarom, dus scroll je dus door. Oh, zo. Fuck, man. Dit staan allemaal boeken. Dat vinden mensen toch hartstikke saai. Dit is een broodje. Ja, dan scroll je dan toch ook. Deze guy. Wow, maar dit is, kijk, hier zitten zondes, maar echt precies op de vorm van... Oh my god, dit is gewoon... Ik zie het nu pas. Oh, dit ziet er gewoon vet uit. Dat is wel raar, maar waarom staat dit er ook? Wat is dit? Het is gewoon een paaltje of zo. Misschien liggen aan de andere kant van die kanten, van die metrokantjes, weet je wel? Nee, niet daar, toch op de hoek van de straat? Wie weet, misschien wel. Ze hebben het gewoon speciaal neergezet, zodat de schaduw daar perfect is. Het is gewoon als je bananen niet eens goed zitten. Hij moet wel achter je oren. Wat de hel? Oh, zo. Jezus, je moet wel je haarlijn verbergen natuurlijk. Oh, sorry. Ja, ik was even... Ik had dus gevraagd aan mensen of ze een vraag wilden stellen. Waarom? Omdat mensen geïnteresseerd zijn in jou. Oh, echt? Dat denk ik wel. Oh. Wil je de eerste vraag weten? Ja, sure. Weet je, daarvoor ben ik hier. Daarvoor ben jij hier. Dus ik wacht wel even. Hebben jullie elkaar leren kennen? Jij had mij gemaild. Wanhopig van, ik heb subs nodig. Kom video opnemen. En toen hebben we dat gedaan. Dat is helemaal niet gedaan. Oh, niet? Oh, wat? Hoe was jouw inzicht daarvan? Nee, jij ging reageren op Brugklas. En dat zag ik. En toen op een gegeven moment klikte jij door naar mijn YouTube. Oh, maar je zei niks negatiefs. Dus ik dacht van, oké, nou, misschien is hij wel aardig. En toen had ik je mailtje gestuurd. En toen hebben we samen gereageerd op Brugklas. Ja, maar dat vond ik ook niet iets aan mij of zo. Om jouw kanaal te beoordelen. Nee, maar ja. Want het is echt zo van, ja, ik kijk de serie, weet je, op mijn YouTube kanaal. Maar ik heb niks tegen de acteurs of zo. Tegen Milan. Ja, maar dat is gewoon een dikke meme geworden. Is die daar boos om? Nee, ik weet het eigenlijk. Ik heb hem daarna niet meer echt gesproken. Okay. Maar ik vind het wel altijd grappig. Als ik jouw video kijk en je reageert op de grap. Milan! Komt er meme gang merch? Meme gang merch. Nou, de meme gang was dat van jou of zoiets met... Ja, de meme gang. Meme gang. Ja, leuk. Ja, weet je, ik heb nu niet echt een partij waarmee ik merchandise maak. Maar dus voor nu zijn kijkers nog geen willen plannen. Gewoon die meme gang. Ja, dat weet ik. Dus dan moet je er toch gewoon voor zorgen. Oké. Ja, nou, dan zeg ik gewoon oké en dan is het daarmee gefixt. Wat wil je nog bereiken in je leven? Ja, wat is dat voor vraag? Wil je nooit de miljoen abonnees halen of zo? Nee, ik vind het een beetje van die bullshit doelstellingen. Want dat zijn van die doelstellingen, die zijn wel leuk om te maken, alleen ze brengen je niet echt verder met in het leven. Ik bedoel, je kan ook zeggen, ja, ik wil een miljoen euro verdienen, maar wat is dat voor doelstelling, weet je wel? Het heeft voor de rest niet een verdere... boodschap. Nee, niet een verder... Het behalen van een... Gaat het? Ja, ik probeer wat uit. Ik ben echt fucking slecht in uitleggen. Maar het behalen van een doel in cijfertjes of zo, of dat helpt je niet met het halen ervan. Als je dat doel hebt. Ik bedoel, je kan wel zeggen van oké, ik wil minimaal. Ik wil heel graag. Een doelstelling die beter dan is, ik wil heel graag dit jaar wil ik gewoon elke dag een video maken. Oh, zo'n doelstelling. Nee. Dus ik wil elke dag voor 10 uur opstaan. Ja. Ik vind dat je dit mooi hebt gezegd. Even applausje gewoon. Ja, dat vind ik. Ja, dankjewel. Heb jij je haar geverfd? Ja, al een heel lange tijd hoor. Maar ik had het blog geblondeerd en toen grijs geverfd. En, ja, ik wilde dat gewoon al heel lang een keer doen. Dus ik dacht, ik doe het gewoon. Gelijk heb je. Het groeit toch wel weer uit. En waarom niet gewoon proberen, toch? Ja, proberen in het leven kan altijd. Wie vind je de minst leuke YouTuber? Geen idee. Ik dacht dat je mij zou zeggen. Ik heb wel één guy, maar die is niet zo bekend. En het is? Ja, maar volgens mij is van Vincent Visser of zo. Nee, grab je, dude, grab je. Ik ga eruit. Ik leg je bandana wel op de trap neer, ja? Ja, is goed, hang maar op. Ja, hij doet nu wel leuk, maar ik heb alle beelden en zo voor zijn kutvideo, dus... Ja, ik kom toch maar even terug. Nee, maar ik heb oprecht niet echt per se iemand die ik niet leuk vind. Ik bedoel, als ik het niet leuk vind, kijk ik het niet. Zo makkelijk is het weer, toch? Ik vind het meer een goed antwoord. Ja, maar... Het zijn van die goede filosofische antwoorden. Ja, maar als ik het niet leuk vind, dan kijk ik het ook gewoon niet. Dus ja, ik weet... Ik, mooie. Ik kijk gewoon alleen dingen die ik leuk vind. Dat snap ik. Mag ik met de Jeremy op de foto? Ja, is goed. Voor mij mag het wel. Ja, als je maar niet naar mijn huis komt of zo. Het adres is... Zo, ik heb ook vaak genoeg nee gezegd. Maar dat zijn dan van die mensen die zijn dan al een half uur achter je aan het lopen. Zonder iets aan je te vragen. En dan vragen ze het uiteindelijk precies op een moment dat het niet uitkomt.
En dan is het En dan is dan denk ik van, nou, nee, sorry, nu even niet. Ik heb nog nooit nee gezegd, maar ik doe dat heel vaak als ik met een groep ben of zo. Dan doe ik voor de grap, als dan iemand naar me toe komt, zo'n jongetje zegt, mag ik de foto? Nee, sorry, mag niet. Ja, natuurlijk. Heel kut eigenlijk, maar het is wel grappig. Ik doe altijd, nou, heb je geld bij je? Oh, stel je ziet zo'n jongetje portemonnee zo. Ja, nee, echt, dat zijn dan ook, ja, heb ik bij me. Zou je een grotere rol in Brugklas willen spelen als het script iemand nodig heeft voor een tijd? Nee. Heb je ook een reden? Nee, ik denk gewoon niet dat helemaal mijn doelgroep is of zo, die ik wil bereiken. En dat dat niet echt per se de kant is waar ik op wil gaan. Nee, ik ook niet. Ja, je weet wel welke kant hij op wil gaan, maar waarom denk je dat hij hier is? Hij wil even subscrapen natuurlijk. Kom je nog in afleveringen film van Brugklas? Alleen in de film heel even. Oh. Ja, alleen in de film. Maar dat was gewoon iets van, oké, dit moet ik doen, want dit is echt gewoon, dit is dan zeg maar dit is de piek, zeg maar. Dit is dan zeg maar waar ik mee kan afsluiten, gewoon dat hele stuk, omdat het gewoon dus je, zit de dus hele tijd. Je zegt dus nu dat je na de film Brugklas niet meer gaat reageren op. Nou ja, het is wel een mooi soort van einde of zo, weet je wel. Ik bedoel, als jij ook niet meer in de serie komt, waarom zou ik dan überhaupt nog reageren? Weet je wel. Ja, dat snap ik ook wel. Kom op, man. Als de koning naar de tweede gaat, ja, dan weet je dat het klaar is, weet je wel. Hoe lang doe je aan YouTube, Jeremy? Vertel het de kijkers die nu zitten te kijken. Vanaf 2012. Dus dat is, het is nu 19, 18, 17... Dat is al 7 jaar. Ja, 7 jaar. Wow. Maar mijn YouTube-kanaal die ik nu heb, doe ik nog maar 5 jaar volgens mij. Weet je hoe lang ik al bezig ben echt met YouTube? De fucking 9 jaar al. Ja, een maandje of zo. Nee, een jaar. Precies een jaar. Maar ben je wel echt laat, man. Ben je echt laat. Nee, maar even gewoon om te bekijken, hè, hoe lang mensen nu al in de game zijn. En als je bedenkt dat ik 5 jaar dit doe en nu pas hier ben, zeg maar, op 600 nogal 1000 abonnees. Oh, ik dacht dat je het bedoelt deze kamer. Dat ik hier ben. Ja. Nee, maar als beseft dat ik nog niet eens 600.000 abonnees heb en ik ben al 5 jaar hiermee bezig. Dat is best wel sick als je dan nu pas binnenkomt, zeg maar. En dan, ik ben echt oprecht benieuwd van mensen die dit jaar begonnen zijn, waar die gaan komen zonder iets, hè? Zonder connectie, zonder niks. Ja, oké. Dat is echt lastig. Maar lastig. Ik heb connectie. Ja, weet ik. Maar ik heb het ook niet precies per se over jou. Nee, ik snap wat je bedoelt. Maar het is ook, dat is heel, weet je hoeveel YouTube-kanalen er op het moment zijn. Ja, er zijn echt superveel. En hoeveel mensen het ook allemaal proberen. Ja, je moet echt, zeg maar, echt iets anders doen, wil je. Ja, alles is er al. Er is al zoveel. Ja, nee, niet alles is er al, maar er is al zoveel. En omdat er zoveel is, verblindt dat eigenlijk nieuwe mensen om creatieve dingen te doen. Omdat ze zien van, oké, mensen doen dit, mensen doen dit. Dat kan ik ook doen. En denken niet van, ik ga dit doen. Je kan mensen letterlijk naar jouw kanaal toe trekken met jouw interesses. Want er zijn echt wel 100.000 andere mensen met dezelfde interesse. Maar je moet gewoon die mensen vinden. Nee, toetrekken. Maar als ik geen Brugklas had gehad, had ik waarschijnlijk ook geen eens een YouTube-kanaal aangemaakt. Nee, en als ik het wel had gedaan, dan had ik misschien nu minimaal 10.000. 10 of sorry, nee, maximaal 1.000 of zo. Echt ja. Maximaal. Maar heb je dan nog even een goede laatste tip? Gewoon afsluiten van het vraagrondje. Wat is nou echt een tip voor als je YouTuber wil worden? Kinderen die nu kijken, die denken van, oh, ik wil toch dit jaar een YouTube kanaal beginnen. Wat is nou echt een tip? Doe het niet. Wat heel veel mensen tegenwoordig hebben, YouTubers van nu, dus mensen die nu YouTuber willen worden, hebben eigenlijk alleen maar in hun hoofd zitten ze ermee dat, oké, mijn video's moeten presteren, ik moet subs halen, ik moet dit, ik moet er uiteindelijk geld mee verdienen. Maar je moet begrijpen, toen ik begon, toen was er net, kon je een beetje AdSense verdienen. Dus eigenlijk was geld verdienen was niet eens van toepassing. Was gewoon puur omdat je het leuk vond. Dus begin gewoon met iets waar jij interesse in hebt. En dat is dan niet meteen van, oh, ik ga Fortnite doen, want dat wordt bekeken. Nee, als jij echt super fan bent van een bepaalde film of serie en er is daar een game van en je wilt dat spelen, dan ga dat gewoon spelen. Er zijn genoeg mensen die dat ook leuk vinden. Dus jouw tip is eigenlijk, doe gewoon wat je zelf leuk vindt. Deel je hobby. We hebben lekker gereageerd. Zat. We hebben Jeremy een beetje leren kennen. Ja. En Jeremy die heeft een beetje laten zien hoe je nou
een reageer-YouTuber wordt. Ja, hoe zeg je dat? Je zegt echt een YouTuber. Oh, nee, Jeremy heeft ons laten zien hoe je reageervideo's maakt. Ik hoop dat jullie wat aan hebben. Ik hoop dat jullie ook wat gaan doen. En check ook Jeremy's kanaal. Waarschijnlijk volgt iedereen. Waarschijnlijk Jeremy al. Maar heel veel mensen komen via mij. Ja. Vond je deze video leuk? Laat even een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later.